Evelien Bergmeijer. Neem ik hem al uit. Welkom bij deze nabeschouwing van de The Best Social Awards. De Best Social Awards, waar wij donderdag zijn geweest. Ik op uitnodiging van Bram, Bram op uitnodiging van de organisatie. De Best Social is een website die maakt van die lijstjes met grappige tweets en zo. Ook wel veel van die grappige klantenservice dingen. Maar ook gewoon, als jij iets gaat op zo'n songfestival tweet, dan verzamelen ze daar de leukste dingen van. Zit er wel vaak in, vind ik wel leuk. Ja. Ja, dus heel leuk bedrijf, echt heel leuk bedrijf. Zeker, lijkt me, en ze maken een hele leuke podcast. Maar goed, wij waren daar dus en ik was best zenuwachtig, want ik was nog nooit bij zo'n echte award-uitreiking geweest. We waren niet genomineerd trouwens, maar wel bijna. Ik heb wel gehoord dat ik weet niet of ik mag zeggen, dat ik bijna genomineerd was. Ik heb gehoord dat ik dat ik vaak was ingezonden en dat ik zo bij de laatste net te veel zat, zeg maar. En dat heb ik gehoord. Wij zien dus al die mensen die leuke tweets en zo allemaal doen. Klopt. Ja, om te kijken of ze nou echt ook zo leuk zijn. Nou, of eigenlijk gewoon zielige wankers op een zolderkamer zitten. Je weet het niet, hè? Daarna, toen wij dus aan waren gekomen, toen kwam het gênantste moment waar ik helemaal niet op had gerekend. Je moet daar over een rode of paarse loper. Dan sta je dus te wachten. Ik dacht, er staat één iemand met een soort spiegelreflexcamera, maar het was echt een soort Oscars. Ja, kom, ik durf niet over de loper. Ja, er staan allemaal camera's. Ja, kom. Wacht, laat me even ademhalen, momentje. Ik dacht, ja, maar dan, waarom ben je er dan? Wat heeft onze hele komst dan voor nut? Ik ben sociaal onhandig en je kan niet lopen. Ja, je moet toch even laten zien dat je er bent. Oh, ik durf het gewoon niet. Oké. Oké, go Bram. Oké. Maar ik doe gewoon even kijken zoals ik ben, weet je wel? Zo is het. Oh, ja, was het. Ga dan in je eentje, oké. En die stonden nog naast elkaar. Dus dat wordt graaf even alleen, Bram. Even alleen, Bram. Wat het logisch was, want jij stond op de gastenlijst. Ja, stond maar als de plus één. Dus ik echt niet snap dat het wel. Beroemd ben, maar ze hebben gewoon zo'n blaadje met wie is wie. En, oh, dit is Bowie. Wat leuk. Bowie zet zich in tegen homofobie in de voetbalwereld. Dat is een heel goed doel. Krijgt hij veel gezeik mee altijd. Wacht even voor de thumbnail. Houd dit vast. Ik sta met Bram altijd met alcohol in mijn hand. En zei je heel wat laatst? Altijd als ik naast Bram sta, sta ik met alcohol in mijn hand. Over wie zegt dit iets? Is dit een compliment? Ik weet het ook niet. Ja. Kijk wat dit is hoor. Oh, er zijn tussenshots. Ook leuk. We kijken even naar de tussenshots. Ja. Oh, wacht. En toen, Bram Krikke. Die zijn veel te oud. Wat doen jullie hier? Jezus, wat een binnenkomen weer. Nee. Jongen. Excuses. Van ik het is true natuurlijk. Maar je doet het heel leuk. Ja, serieus? Ja, ik volg jou ook. Niet. Je bent hartstikke leuk op Insta en zo. Wauw. Die is dus heel populair onder teenagers. Mm-hmm. Dus ik kan nu eindelijk bij onze pleegzoon niks meer fout doen, want Bram Krikke weet wie ik ben. Sterker nog, hij gaf je een knuffel. Yes! Bram Krikke, hij is natuurlijk vooral radio DJ denk ik, maar ik ken hem van YouTube filmpjes waarin hij... Bram in de buurt? Bram in de buurt gaat die straat op en mensen ongemakkelijk maken. Kan die heel goed. Dat kan die heel goed. Oh, en je krijgt die prijs? Ja. Wij zijn niet brutaal, maar niet wil ik kaal. Genoeg. Yeah, man, hey, yes! Woe! Hij is altijd cool. Ja, dat is waar. Yeah! Behalve BN'ers en influencers hebben ze ook categorieën voor bijvoorbeeld voor leukste huisdier online. En daar waren de katten van Lise Korpers ook genomineerd, Danny en... Donnie? Nee, Danny en Dirkie. Ja, dat was een mindmeld die je had gedaan. Een samensmelting. Ja. En politiehond Bumper. Ja. En Bumper die boem. Dat is niet normaal, zo'n hond op je schouder. Jij vond het een beetje zielig, hè? Ja. Politiehonden die moeten mensen bijten in hun pols. En niet op de foto gaan en selfies maken, vond ik. Hij blaft ook een paar keer op commando. Ook wel raar, hè? Het was een circushond.
Maar... mensen die hun huisdieren uitbuiten voor video. Dat is zo belachelijk. Dus of jullie volgend jaar even op Els en Gerda willen stemmen. Of alleen Els. Maar Els heeft alles om te winnen, toch? Ze heeft 3 pootjes, gehandicapten doen het heel goed nu. Ze komt uit een asiel, dus ze is ook heel maatschappelijk verantwoord. Ze is heel leuk en ze heeft geen tandjes. En ze kan praten. Dat is het leuke, vind ik wel, aan deze awards, dat het dus half jury, half publieksprijs is. Dus het gaat niet altijd maar alleen om de grootste kanalen of de grootste aantal volgers. Ja. Ook om kwaliteit. Ja. En Bonnie, kennis, vriendin van ons, die ook vlogt, 43.000 volgers, had bijna gewonnen. Van Stuk TV en... van... Nicky Tutorials. Nou, hier. Ja, die hebben een miljoen of zo. Bonnie! Nicky! Stuk! Oh! Oh. Wow! Oh, het is zo spannend! Oh. Oh. Het scheelde echt heel weinig. Oh, want derde geworden! Je had bijna gewonnen! Ja! Maar echt! Maar echt! Wat? Ja, dat is deze. Laat zien. Kijk, moet je kijken hoe goed ze het heeft gedaan. Het is gewoon... Maar kijk even ook waar ik tussen sta, hè? 2 miljoen en 9 miljoen of zo. Bonnie maakt hele leuke vlogs. Ja. 3 keer per week over haar dagelijks leven. En ik vind het bijzonder dat ze zo hoog kwam. Omdat ik vind wel dat je moet wel een paar keer haar vlogs zien voordat je gaat snappen hoe leuk en goed het is. Dat was mijn vlogs. Als je nou heel eerlijk bent, had je een speech voorbereid? Nou, niet een speech, maar ik had wel bedacht van stel ik dit, ik heb letterlijk nooit iets gewonnen. Dan wilde ik wel een soort van in mijn hoofd hebben wat ik ongeveer zou zeggen. En dan had ik bedacht dat ik iets over mijn kijkers zou zeggen en trouw zou zijn. Onthoud dat, als je dan volgend jaar wel genomineerd bent, altijd zeggen dat je de leukste kijkers hebt. Ah ja. Heb jij ook? Ik ook trouwens. Ja, jij ook inderdaad, je hebt echt trouwe kijkers. Echt, ik heb onder mijn YouTube video's bijna nooit iets onaardigs. Nee. En ze kijken massaal. Alleen wat jouw kijkers even moeten doen is abonneren. Ja. Want je hebt veel meer kijkers dan abonnees soms, dat klopt. Ja, dat is niet goed. En ook de duimpje niet vergeten, dat is hartstikke leuk. Oh, jij zei nog iets heel grappigs. Bij de Urine Waars heb je van die afscheidingen. En die waren net zo laag, dat ik precies 2 piemels in mijn ooghoek had. Story of his life. Ik begrijp het probleem niet. Ik begrijp het probleem niet, nee. Ja, dat was mijn award. Ja. Kijk, oh en Ruben was er ook nog, de bekende tekenaar. Het beste moment van de avond kan ik het best zo omschrijven. Namelijk dat Martijn scherp stelt met zijn neus. Is wel zo, hè? Heel slim, werkt dat eigenlijk? Nou, heb je mijn video's wel eens gezien? Mijn schieners zijn niet altijd even scherp. Maar ik heb maar 1 hand, want ik heb 1 spastische hand. Dus dan, als ik mijn camera zo heb en ik wil scherp zijn, dan moet ze met mijn neus zo... Micha had bijna beste reactie gewonnen, ja. Maar hij verliest het eigenlijk van een BN'er. Ja, ja, ik ben flauw. Micha. Niet Micha. Wat is de achternaam alweer? Weet ik ook niet. Ja, Micha, die liep daar dus ook. En die had een hele goede Twittergrap gemaakt of zo. Ja, sowieso best grappig. Hij is een grappige jongen. Ja, grappige Twitteraar. En wat voor leuke dingen plaats je dan? Dan krijg je zo'n kattenfilmpjes, porno. Ook? Vooral grapjes die meestal ik zelf heel grappig vind. Maar misschien jullie ook. Nee, 1600 mensen vinden het ook grappig. Moet niet werven, hè? Niet werven, hè? Plaats grappige grapjes op Twitter. Leuke foto's op Instagram. Wat wil je nog meer? Helemaal niks. Dit is trouwens wel de reden waarom ik ook zo'n speciaal deze gelegenheid. Ik heb gewoon bijna hetzelfde blouse gekocht. Want. Ik ga ze aan de kant, Els, een beetje kijken. Oh. Dit heb ik dus gedaan, want dit hoort. Ja, je denkt misschien dat je dan ook kans maakt van het jaar. Tuurlijk. Dat het er met de blouse zit. Oh, we hadden nog een knappe jongen. Simon, dit is heel veel niet. Nou, vertel, Simon, wat moeten we... Simon Blanks op YouTube. Yes, Music by Blanks. Music by Blanks. Heel goed en super origineel. Ja. Ga checken. Een soort Justin Bieber, maar dan... Nederlands, ja. Wel waar. Maar wat doet hij eigenlijk? Hij doet bijvoorbeeld een 1-hour challenge. Gaat hij 1-hour song challenge. Gaat hij in 1 uur een liedje namaken. Op een soort, met een heel nieuw arrangement. Heel mooi en heel goed. En hij doet ook een style swap. Dan gaat hij bijvoorbeeld een bekende hit, die dan een beetje gitaarpop is, maakt hij een soort 80s ding van. Oh, stoer. Heel vet. En hij maakt eigen muziek, wat wel eens op Radio 2 wordt gedraaid. Hij is 2 keer komen spelen zelfs. Ik zie hier gewoon een Twitter celebrity. Hey man. Meneer Geefbeest. Ja, Geefbeest. Wauw. Alles een hoofdletters tweet, toch? Ja. Ik dacht dus,
dat het zo'n echte linkse radicaal was. Geef mij de linkse haatmachine, maar dat valt mij. Het valt heel erg mee met die linkse haat. Ik ben heel erg lief voor dieren, makkelijke planten en aardige mensen. Ben jullie zo leuk binnen jou? Jij ziet er precies uit zoals ik had verwacht. Ja, dankjewel. Ja. Is dat een opmerking? Nee, ik vond het wel. Nou, dat is een beetje. Kun je uitleggen wat een Latijn opmerking is? Ja, dat je denkt dat je een compliment geeft, maar je beledigt iemand gewoon keihard. Ja. Ja, dat was wel jammer, want daarna, dit had ik dus al gezegd, en toen liepen we terug de zaal in. En toen zei ik nog, ik dacht dat het allemaal van die sneeuw wankers waren. Maar hij begreep het verkeerd, dus toen zei hij, nou bedankt. Sorry meneer Geef, of Beest, of hoe je heet. God, dat maakt het nog erger. Ja, nee, toch wel. Ik bedoel het goed. Zeg maar, ja, hij bedoelt het goed. Stem op ons. Ja. Oh, Els gaat. Niet springen! Doe het je niet! Je hebt nog zoveel voor het leven. Het begint er een beetje op te vallen dat er alleen jongens in beeld zijn. Onzin. Ik heb Bonnie net nog uitgebreid geïnterviewd. Ja, en dit is de vriend van Bonnie. Ja. Die ook vaak te zien is in haar vlogs. Ook een kekbusje. Ja. Ik weet niet waar het over ging. Geen idee waar het over ging. Wie is dit? Daan Jonge. Weer een jongen. Ja. Het is echt, houd niet op. En daarnaast staat jouw oudste stagiair. Tim. En daarnaast staat de man die vroeger politieke memes maakte. Ja. Dat is leuk geweest dat ik zijn naam niet wist. Maar dat doet hij niet toe. Daan Jonge staat ook bekend om zijn leuke grappen en zijn gekke haar. Ja. Dat hoort erbij. Vooral zijn verschrikkelijke woordgrappen waar je altijd denkt, nee Daan. Ja. Maar ja, toch wel. Dus wat zegt Bram dan? Daan, ja. Maak even een woordgrap. Een woordgrap. Het woord grappen. Ja. Ik vind het knap, want het is heel kut als iemand tegen jou zegt, doe even je trucje. Oh, ik heb nog wat tussenshots. Kijk, dit is de vriendin van Tim Hofman. Die is koorbezoek. Gewoon een naam hoor. Ja, oké. Okay. En Bonnie natuurlijk. Zo? Jij met, ja, ze is heel knap. Nu zie je dus hoe iemand genomineerd wordt. Oh, maar die moet een beetje slijmen. Kijk wat hier gebeurt. Lize zit met een biertje in Bonnie's borst. En kijk, Bonnie aait die vinger. En ondertussen levert Bonnie in haar op. Het is heel intiem. Zo hard stond de muziek ook weer niet. Dit is wel een leuk verhaal, vind ik zelf. Weer een vrouw, mind you. Jij bent degene die zei dat. Ja. Maar eens proberen. Evelien Bergmeijer! Ja, Evelien Bergmeijer. Knip ik hem al uit. Nee, ik moet je niet Wacht. Mijn goede kennis Evelien Bergmeijer. Die had op Twitter geschreven. Wie kijken jullie op YouTube? Welke vlogs? Want ik vind de vlogs meestal niet zo leuk. Het is ook een beetje jouw euvel, hè? Dat jouw vlogs worden bekeken door mensen die niet van vlogs houden. Ja, dat zeggen ze altijd. Ja. Ik hou helemaal niet van vlogs, maar jouw vlogs. Maar die Evelien kreeg dus echt tientallen mensen onafhankelijk van elkaar. Die zeiden Martijn. En als vlogger werd hij vet vaak onder mijn tweet genoemd. Met wie is jouw favoriete YouTuber? Oh ja, echt een van jouw tip dan. Ja. Evelien, Bergmeijer. Hi. Jij vlogt op Twitter, die is een leuke vlogger. En ze zeiden het allemaal. Ja. Ja, leuk hè. Ja, en ik wou het echt bieden. Nou ja. Dus nu heb ik hem eindelijk ontmoet, mensen. Yes, heb jullie een vlog gekeken? Nee, ja, ik heb... Jawel! Sorry, je laatste vlog had je getweet? Ja. Dat heb ik gekeken. Leuk! Ze heeft niet gekeken hoor. Nee, maar dat maakt niet uit. Zij heeft trouwens ook een hele leuke vlog gemaakt, denk ik, want ik heb hem niet gezien. Over de... Klopt ja. De Best Social Awards. Zet je de Best Social Awards. Nee, toen dachten we moeten nog één iemand even spreken. De baas van de Best Social Awards. Ja, maar die stonden dus allemaal mensen om die... Diederik? Diederik. Godverdomme, Martijn. Sorry. Wacht, we beginnen opnieuw. Het leuke van het verhaal is dat iedereen stond om Diederik heen. Kent iedereen wel. Die is de baas van de Best Social. De Best Social Media. En die stonden daaromheen een beetje zo te slijmen. Oh, Diederik. Ah, ja. Een beetje wat Bonnie ook deed. Nee, weet. Maar goed, dat doet er niet toe. Dus ik dacht, ik durf dat niet zo goed. We stonden op het punt om weg te gaan. Ik zweer het je hoe het ging. Toen tikte hij mij uit de schouder, echt waar. En toen zei hij... En ik kijk graag naar jouw vlog. Ja, Diederik! Oh, ik ben zo blij. Toen kan het nu niet goed doen. En toen ging je batterij leeg. Dat is dus wel story van mijn life. Toen was de batterij leeg.
Maar hij kent dus de leader ook. Ik hoor het. En ik had nog zo heel gevraagd, hey, doen mijn katten, maken die nog kans op beste huisdier? Toen zei hij ja, maar dat zegt hij tegen iedereen natuurlijk. Hij zei tegen jou dat je bijna genomineerd was. Dat is waar. Gelul natuurlijk. Maar goed. Maar het was een heel leuk feestje. Bedankt dat we mochten echt komen. Echt heel leuk. Hartstikke leuk bedrijf. Gratis drank. Sponsors ook allemaal bedankt. Vega bitterballen. Oh, ik moet er nog een anthem rijden. Kan jij dat niet doen? Jij kan het heel goed. Nee, ik zei net al, het was een leuk feestje. Bedankt dat we mochten komen. Ik had een beetje uit als een nachtkaars. Ik heb het niet opgeschreven. Oh ja, dingen die ik niet moet vergeten. Dat is wel een goede misschien. Camera ging uit. Vega hapjes. Oh, wat leuk. Lees de socials. Even kijken hoor. Over mensen die mijn vlogs nooit kijken, maar vlogs wel leuk vinden. Of ook niet. Mijn poes sluit altijd af met een soort overdenking. Een soort samenvatting van de vlog. Een soort GBJ Hotteman eigenlijk. Diederik?